Een heugelijke dag is vandaag. Want? Het is 16 maart. En wat gebeurt er altijd op 16 maart? De barbecue wordt aangestoken. Nou, we zijn eigenlijk al een paar weken aan het wachten. Tenminste, ik ben al een paar weken aan het wachten tot er eindelijk een beetje weer is om die barbecue aan te gooien. En vandaag had juist Boris, niet ik, het fantastische idee om die barbecue even aan te knallen. En ik ben er heel blij om en we gaan uit bij Boris kijken. Zet in de keuken wat voor vlees hij gehaald heeft. Dat is altijd heel belangrijk bij een barbecue. Boris is aan het afwassen. Iets wat overigens niet hoeven bij barbecue. Nee, maar toch dat heeft het een jaar buiten gelegen. Dus, ja? Het is wel smaak, maar het komt weer. Toch. Ja, het komt weer. Het komt net een mop van. Een mop. Geen barbecue de mop dit vandaag. Maar... We gaan even... Oh, dit is, weet ik niet. Dit heb ik al mee niet nodig. Dat is ook een gehaktballen. Rot. Oh, ik zie daar al iets lekkers lekker weer, ja, heerlijk. Ja. Goeie shit, deze. Kijk. Heerlijk. Kijk, sommige mensen compenseren het met een grote auto of een muziekinstrument, maar je kan het ook hiermee compenseren. Een grote rode gehakte rol. Dus gaan we even soldaten maken vandaag. Zullen we ook even kijken of Skate aan het doen is? Skate, waarom loop je allemaal te schreeuwen en te zuchten en te doen? Omdat dit gewoon fucking frustrerend is, man. Godverdomme, ik doe het nou even. Ik doe het dan! Maar vind je wel een leuke game? Ja, maar daar kijken mensen mee, hè? Vertel eens even. Voor de eerste aflevering van Game Teams ben je SSX Blur aan het spelen. Ja. Heeft het iets met de band te maken? Nee hoor. Nee, waar heeft het wel mee te maken? Ik met een vage beeldkwaliteit. Het is niet gemaakt voor een breed deeltje. Nee? Los maar. Maar het is de eerste Sneerboot Annex T-game. Ik speel met de Wiimote. Ja. Ik hoor jou een beetje klaarhouden. Ik moet eraan wennen hoor. Hopla, hey, woe! En op mijn bek. Au. Ja, rot op. Ik heb er geen zin meer in. Wie gaat spelen? Ik ga wel even testen. Nee, ik moet even capturen. Hij moet het doen, hij moet capturen. Ja. Want Skate, dit is trouwens ook jouw eerste keer, hè? Op, oh, daar ben ik weer. Ja. Ik wil eigenlijk rijden naar Skate, want dit is eigenlijk Skate, ook Skate's debuut weer dan voor de website. Is want ook zo? Jij, nou, volg ik bij Steven, is er wel eens nog niet op de website geweest. Nou, je kijkt toch wel elke dag? Ja, zeker. Jij vindt ook wel een leuke website? Soms. Soms. Want je hebt, ja, sommige frikandellen item of zo kon ik niet echt waarderen. Nee? Ik zag daar de humor niet van in. Het is stagiairs, hè? Die doen dat soort dingen. Hey. Oh shit, ik heb kapot gemaakt. Dat meen je niet. Wat doet hij? Je hebt me net weggegooid. Boris! Kate heeft de joystick kapot gemaakt! Nee hoor, niet waar. Boris! Zit allemaal goed, zit allemaal goed. Heb je de shit gestapt? Nee. Dus Kate heeft de shit gestapt. Dat wordt geen barbecue voor jou hoor. Oh. Geen speklamp voor jou. Hij doet het niet meer. Ik doe het wel, Mike. Juist. Kijk, ja, ik zorg moet ik me gewoon even kwaad maken. Dat is een belangrijk moment. De eerste barbecue van 2007 bij GameKings. Yeah! Ja, we hadden een discussie over, ik heb een PlayStation 3 gepreorderd, ik ga een 23e ophalen. En Boris is eindelijk om, hij zegt, ik wil er ook eentje. Maar Boris is eigenwijs, hij gaat hem niet preorderen, hij zegt van, oh, ik haal hem wel een week na de release. Ik zweer het je, een week na de release loop ik de winkel in. Op vrijdag, nadat ze geleverd zijn op donderdag, koop ik gewoon een PlayStation 3, loop ik hem mee naar buiten. Maar jij denkt, een week na de release wordt toch niet die shit bijgeleverd? Dit? Natuurlijk niet. Nou, dat gaan we dus even verwerren. We werden om een krat bier. We gaan werden om een krat bier. Dat hij die vrijdag, dus niet de vrijdag na, oh ja, de release vrijdag, maar die week daarna. We ben wel alweer vergeten. Dat hij dan, daarom even naar de camera bij. Dat hij dan geen PlayStation 3 meer kan vinden. Ik haal gewoon een PlayStation 3. Ja. En we werden om een krat Heineken, niet om die goedkope Hollandse. Ah, oké. Okay. Nou, dat is goed.
ik ben echt benieuwd. Ja. Wij gaan ook die vrijdag op stap, hè? Ja. We gaan op stap. We beloven het aan jullie, wij gaan die vrijdag gaan wij op stap om die PlayStation 3 te fixen geworden. Ja. Oeh. Wat is er nou vandaag gebeurd? We hebben hele vette worst gebakken. Ja. Ik snap niet hoe je het zo vettig krijgt, Erik. Ja, het is wel ongelooflijk. Ik denk dat als mensen thuis weten wat er vandaag is gebeurd, dat ze het op moeten sturen of gooi het in het blog. Want dat vind ik heel knap, want dit was dit item, dit sloeg heel nergens op. Maar al hebben we wel games laten zien en worsten en Miljuska en barbecue. De eerste barbecue. Miljuska zit op mijn worst. Het jaar. Oh. 16 maart onthouden. Ja. Wat is er 16 maart? Het is vandaag. Oh ja. De eerste barbecue van het jaar. Ik zou het vergeten. Ja. En het zal tot 16 december duren dat we weer kappen waarschijnlijk. Is het oké dat die worst zwart afgeeft? Ja, dat is lekker. Ja, dat is oké. Dat betekent dat die goed gaat lopen. Dus mensen. Proost. Tot morgen.